Diana Pocky, die vanaf vorig jaar juli scepter zwaaide op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, is minister af. Dit maakt de communicatiedienst vandaag bekend op haar website. President Chandrika Prasad Santokhi heeft het verzoek tot haar ontslag gehonoreerd. Pocky heeft maandag een schrijven aan het staatshoofd gericht, waarin zij haar portefeuille ter beschikking heeft gesteld van het staatshoofd. Als reden voor het ontslagverzoek is aangegeven dat haar politieke draagvlak voor het verder functioneren als bewindsvrouw in de regering Santokhi-Brunswijk is komen weg te vallen. Volgens de CDS heeft de ex-minister vanmorgen een gesprek gevoerd op het kabinet van de president. Naast president Santokhi zaten bij het gesprek ook aan vice-president Ronnie Brunswijk en de vicevoorzitter van de Raad van Ministers Albert Ramdien. Volgens de communicatiedienst was de ontmoeting constructief en openhartig. Pocky heeft aangegeven dat zij beschikbaar blijft om in welke functie dan ook een bijdrage aan deze regering te leveren. De gewezen bewindsvrouw is door de president en de vicepresident bedankt voor haar bijdrage.